kijkt naar gewoon een vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik heb wat dingen te doen. Dat is afwas, naar Rotterdam toe te gaan. Van Feyenoord Excelsior. Plus, wij kunnen herfstkampioen worden, want wij staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Oh, 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 oh. Ja, ik had het niet verwacht. Nou, ik hoopte het wel, maar niet verwacht. Maar ja, hopen kan altijd natuurlijk. Maar nog steeds is het open, want we moeten de wedstrijd nog spelen. Gelijkspel of winst is al voldoende. Gelijkspel is al voldoende, maar mooi zijn even gewoon 3 punten natuurlijk. Want we moeten gewoon meenemen in de Kuip. Zou tof zijn. In ieder geval, we staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Even lekker om te zingen dat. Tot nu toe kan het nog. Maar ja, als jullie al gekeken hebben deze vlog, is het weer zo raar dat het staan daar niet meer bovenaan. Het zou heel raar zijn. Maar, tussentijd ga ik even 2 dingen doen. Even lekker radio aanzetten. En klaarmaken om even niet te douchen. Dus dat gaan we nu even doen. Zo, wat ik nu ga doen is even lekker een bak koffie zetten. En kan je eten geven. Oh, en even een beetje bijkomen, want het is nu bijna 12 uur alweer. Tijd gehard. Niet normaal. Wat ik ga doen is een lepeltje pakken van mezelf. Van de koffie. En dan even een brokjes. Ja, jongen. Ja, jongen. Dus dat wil Kanya, dus brokjes. Dus dat wil ik me geven. Hé, Kanya. Ja. Alsjeblieft, hè. Zo. In tussentijd ga ik zelf even koffie zetten. Kan ik tussentijd ook lekker rolgordijnen omhoog gooien. Want dat kon gisteren niet namelijk. Voor mensen die willen weten, volg me dan even. Kijk dan voor gisteren. Dan weet je waarom. En dan ga ik nu maar even lekker een bak koffie zetten. Een bak burn voor goede humeur. Voor geen gezeur. Zo. Hoppakee. En dan laten we maar koffie zetten. Dan heb ik al vertrekking. Koffie. Een bakje pleur voor goeie meer. Voor geen gezeur en geen getreur. Wacht, in de tussentijd ga ik nog wat anders doen. Ik blijf toch bijna een hele dag thuis. Maar ook weer niet de hele dag. Want, wat ik al zei, er komt een hele belangrijke wedstrijd. En dat is Feyenoord tegen Excelsior. Ik moet alleen even bedenken hoe laat ik richting Feyenoord ga. Maar dat komt wel goed. Laten we eerst maar lekker genieten van deze dag. Tussentijd zet ik even de computer aan. En ik wou iets uploaden, maar dan moet ik weer opnieuw geüpload worden. Maar volgens mij heb ik bijna een hele dag voor nodig. Maar ja, in ieder geval even een bakje koffie. Om even wakker te worden. En dan ga ik ook maar even bijkomen. Zo. En wat was een leuke dag, donderdag. Oh, ik heb het gewoon altijd in mijn hoofd. Even goed nadenken van, wacht even. Hoe het allemaal is gelopen, geweldig. Er zaten kleine foutjes, maar dan heb je ook vooral, je kan niet altijd een hele goede uitzending van maken. Vind ik. En dat denk ik sowieso. Dus altijd, iedereen maakt wel foutjes. En ja, al wil je het graag tip en top uitziet, dan gaat niet de hele tijd. Maar het was wel een geweldige avond, donderdag. En dan gaan we nu maar even lekker koffie drinken. Een beetje bijkomen van donderdag. Oh, fantastisch. Fantastisch gewoon. Ik kan er gewoon steeds over hebben. Ik kan blijven praten. Ik kan er weken over praten, denk ik. En mensen, de leukste ook gewoon is dat mensen gewoon enthousiast over zijn. En dat vind ik het mooiste wat er is. En dat maakt special mee wordt leuk. En ik heb het snel gerenderd en ga nu klaarmaken om Feyenoord Excelsior te gaan. En moet ik alleen even extra batterij meenemen. Die heb ik al opgeladen. Gisteravond. Neem mijn tasje mee. En dan doe ik daar mijn batterijen in. Maar er zitten nog wat andere dingen in. Die moet ik even eruit halen. Ja, die mag wel erin blijven. Die mag ook eruit. Hop. En dan ga ik richting Feyenoord. Wow. Excelsior. En ik heb er super veel zin in. En ik hoop jullie ook. Zo. Ja. Zo. Hoppakee, die kan weg. Die wil ik hebben.
Dan ga ik voor zekerheid maar ook een vest aantrekken. Want ik weet niet hoe warm het is. Ik zag toevallig wel dat 2 graden kouder is dan gisteren. Dus ik trek voor zekerheid deze maan. Tussentijd ga ik wel spullen inpakken. Zoals telefoon. En dan gaan we richting Rotterdam. Kan je dan niet horen dan? Dus laten we die kant op gaan. Feyenoord Excelsior. Ik hoop dat we er mee eens blijven. Zo, en dan sta ik nu bij het station in Waddinxveen. En dan ga ik richting klaarmaken om naar Rotterdam toe te gaan. En als het goed is dan Mike, broer van Gio, wachten op Gouda. Om mij. En ik krijg hem al snel binnen. Wauw. Ik krijg hier altijd veel berichten mee binnen via media. Laat het weten in de reacties. Ben ik wel benieuwd naar. Tussentijd. Ja, ga ik nu maar in ieder geval wachten op de trein richting Gouda. Laten we dat doen. Thank you.
Ja!
gebeld? Hij heeft je gewoon gebeld, dan ga je zo doen. Oké. Heerlijk man! Ik ben kijk! Daar! Hier, chill even plunderen. Hey, de kippen mogen rennen voor jou! En? Nee, goed zo, inderdaad, door laten gaan. Over. Vanaf daar, bom! Ja, oh! Nou, wat een schap! Hij staat bovenaan! Hij staat bovenaan! Kan je gewoon niet kunnen? Nee, maar doe het wel, weet je. La 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 la
dan! Kom op, hey, doe het dan, joh! Nog achter! Hey, joh! Hey, joh. Man. Hey joh, hou je mee omhoog kijken! Thuis gekomen in de Solberg, bijna 10 uur. Oh, wat een wedstrijd zeg. Oh, oh, oh. Maar ja, even wat dingen opruimen. Een paar dingetjes achter de computer doen. Zo. En dan ga ik klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Want wat een avond is dit geweest zeg. 5-1. Pff, heerlijk is het. Maar ja, ik heb nog echt druk. Dat is editen nog. Oh, dat heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Maar ja, moet ook gebeuren. Maar ja.
is bijna 9:30 alweer. Dus moet je nagaan. Tijd gehard. Doe ik vast lekker haar elastiek eruit. Zo. Hoppakee. Aha. Zo. En wat ik ook ga doen is mijn telefoon opladen. Dat wil ik ook nog even doen. Ja, hier is even ook aan de kant. Dan zet ik zo neer. Deze hier. Dan even mijn oplader erin. Mijn telefoon. Ik kan mijn telefoon even lekker opladen. Hoppakee. Dan ga ik even ook even snel editen. Poepoe. Wat een avond, wat een dag. Zeg. Hoppakee. En dan ga ik me editen. En klaarmaken om naar bed toe te gaan. En dan ga ik hier lekker vlog bij afsluiten. Super lekker weekend gehad. Wat ik heb gedaan is uit Feyenoord. Ben ik lekker gemakje geweest. Om daar even te eten. En vandaar richting huis. En toen was ik thuis. Ja, en toen had ik heel erg dorst. En toen zag ik ineens een fles staan. Van ja, het bidon van Ja, die heb ik gewoon trouwens gekregen toen ik wat was het ook weer? Ik had toen een promo moeten opnemen van iets. En toen kreeg ik deze bidon erbij. Dus nou, ik ga in ieder geval nu lekker editen en de vlog erbij afsluiten. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe het sowieso even duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dat tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers weer, gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Wat wordt het ook dadelijk? Een hele lange dag, want ik moet nog uploaden. Ik moet nog editen. Oké, hoe zit? Brilletje op. Dan gaan we richting, het is nu bijna 2:30. En dan ga ik over een paar, over een half uur.